gaan proberen om wegverkeersgegevens van in de toekomst misschien wel 10.000 kilometer weg in Nederland te verzamelen. Die ons helpen, die service providers, wegbeheerders helpen om de doorstroming van het verkeer beter te maken. Zover zijn we nog niet, want die 10.000 kilometer die zit nog niet allemaal in het systeem. Maar we hebben wel een start gemaakt. En vandaag willen we die start feestelijk vieren. Ik hoop dat wij ergens tussen 2012 en 2013 een landsdekkend systeem hebben. Maar helemaal zeker ben ik daar nog niet van. Daarvoor hebben we uw hulp, uw steun en uw enthousiasme nodig. Graag neem ik u mee op een andere weg naar beter bereikbaar Nederland. NDW is opgericht met een missie. Verzamel alle beschikbare data over het wegverkeer. Zorg dat die gegevens betrouwbaar zijn en vooral... zorg ervoor dat die gegevens bij alle weggebruikers in Nederland kunnen komen. Vanaf vandaag wordt de start gemaakt met snellere, actuelere en completere informatie. Informatie over het hoofd- en onderliggend wegennet. Een unieke samenwerking omdat alle overheidslagen zich inzetten voor één doel. Werken aan een beter bereikbaar Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat als de weggebruiker merkt dat het zin heeft om adviezen op te volgen... als je echt sneller op je bestemming komt, dat hij dat dan ook gaat doen. Nou, als je verkeer echt wilt kunnen beheersen, dan moet je totale netwerken in controle hebben. En dat betekent dus dat je zowel van Rijk als provincie als gemeente je gegevens bij elkaar moet brengen. En dan kun je pas echt effectief gaan sturen. Verkeer is echt een netwerk. Mensen gaan over wat grotere afstanden langzamerhand hun leven inrichten. OV is natuurlijk fantastisch wat dat betreft, maar de weg heeft nog wat knelpunten. Laten we daar nou zo slim mogelijk mee omgaan. En dat NDW is echt een instrument om dat te doen. Verkeersmanagement, dames en heren, is ook belangrijk. Je kunt niet alleen met bouwen het oplossen. En we zullen dus ook beter moeten benutten. Wat kan ons wat slimmer gebruik laten maken van die wegen? Het blijkt dat onder andere goede verkeersinformatie dat echt teweeg brengt. Als je je standaardroute volgt en je krijgt dan op je... mooie TomTom, zoiets van als u dezelfde route volgt, bent u zo laat thuis, maar slaat u hier af en rijdt u zo, bent u een kwartier eerder op plek van bestemming, dan gaan mensen alsnog een andere weg kiezen. Daarom dat wij in 2007 zijn begonnen met de oprichting van het Nationale Databank Wegverkeersgegevens. En voor mij maakt het als automobilist geen bal uit hoe ik thuis kom, of ik over een gemeentelijke, provinciale of landelijke weg rijd, als ik maar zo snel als mogelijk er ben. In 2012, en dat is dus al over een jaartje of drie, willen wij 5500 kilometer rijkswegen en doorstroomwegen van gemeentes en provincies in deze databank hebben. Daarmee dekken we tussen de 50% en 60% van het Nederlands wegverkeer. Die hebben dan al de beste informatie. We laten het er niet bij liggen, want na 2012 pakken wij door tot maar liefst 10.000 kilometer weg in ons land. Waarmee we tussen de 80% en 90% van alle wegverkeer te pakken hebben. Er is veel werk verricht, maar er is dus nog veel meer te doen. Maar ik wil er wel bij stilstaan dat wat hier vandaag gebeurt. De grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant. En ook nog de stadsregio's van het Amsterdamse, Haagse, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem-Nijmegen. Jullie zijn de voorlopers die er inderdaad voor gaan zorgen dat wij binnen 3 jaar... de meeste automobilisten van absoluut goede informatie voorzien. Veel intelligenter gebruik maken van de moderne techniek. 10% minder files. Ik feliciteer jullie hiermee. We gaan er nu mee aan de slag. En de komende jaren pakken wij door naar 5500 kilometer weg. Dank jullie wel.